Hoi allemaal, dit keer weer een filmpje. Het is een What's in my bag. Ik heb net gedaan met mijn examens en ik dacht van ja, ik moet die zak toch leegmaken. Waarom het dan niet met jullie te doen? Het is dus mijn zak waar ik onder andere mee naar school ga. Omdat daar mijn pc net in kan, dus dat is kei handig. Het is deze zak. Het heeft van voor een flap, van achter er iets. Een super lang handvat en nog twee handvaten. Binnenin zijn er ook nog, het is een super leuk detail, blauwachtig, het is echt van super kwaliteit. Ik denk dat ik ze al bijna een jaar heb, of twee, ik weet het niet meer. Ze komt van bij de shoe discount, dus het is waarschijnlijk geen echt leer, maar ze gaat echt super goed mee. Het enige is wel met de examens, waarschijnlijk heb ik er te veel in gepropt. Heeft mijn rits het begeven, de grote rits, waardoor ik ze nu toch moeilijk kan gebruiken. De rits gaat soms stuk. Hier zie ik, ze is open aan het gaan. Soms lukt het niet. Nu moet ik ze wel terug open krijgen. Maar dus ja, mijn laptop ging erin. En dat was eigenlijk het voornaamste, want dat neem ik meestal mee om te noteren. Maar ik ga gewoon beginnen uithalen, want anders titter ik de video vol. Er zit nog een boek in. Mijn samenvatting van mijn laatste examen. Dat mag hopelijk in de vuilbak. Ik ga er gewoon random uithalen. Niks speciaal. Een speld. Ik had er vaak in bij de examens mee. Moest ik mijn elastieken vergeten voor mijn haar. Want er hangt nog een haar aan. Deze. Mijn oortjes zitten erin. Ik had ze nodig voor bij mijn examen muziek. Ik luister niet zo vaak op de bus. Ik ben toch meestal afgeleid. Dus mijn oortjes. Zakdoeken, super handig. Altijd van doen. Mijn portefeuille. Ja, om je handen te ontsmetten. Komt soms wel handig van pas. Ja, het is een doodgewone. Mijn flesje Evian. Jullie weten dat ik graag Evian drink. Als het dan plat water moet zijn. Dus bij de examens heb ik altijd water mee. Water, altijd water. Mijn pennenzak. En mijn pennenzak is open. Dus waarschijnlijk ligt heel mijn zak vol. Bij het examen heb ik er echt van alles zitten inproppen. Er zitten USB-sticks in. Deze is van de HEMA. Dat weet ik nog. Want ik denk dat die zat in mijn filmpje van mijn verjaardag. Latjes, fluo's, stiften. Ja, echt van alles gewoon voordat ik niks zou vergeten. Next. De deo. Dat is die van Dove. Dat is de original. Het is een klein formaat. Super handig om overal mee te nemen. Dus als ik verander van een sacoche of van handtas, kan ik nog altijd een kleiner meenemen. Wat zit er nog in? Hansaplast. Dat zijn die... Zitten er nog in eigenlijk? Ah, er zit er nog... Er zit er nog eentje in. Dat is zo voor die, als je een blaar hebt met je schoenen. Het examen is vaak bij mondeling heb ik hakken. En als je dan al niet meer vaak hakken draagt, super handig. Je voelt er bijna niks niet meer van. Mijn sleutels. En ik heb echt superveel. Ik hang 10.000 dingen aan. Je ziet het. En hoeveel sleutels hangen eraan? Eén. Er hangen 3 sleutels aan voor al die sleutelhangers. Maar ja. Al die sleutelhangers hebben ook wel een herinnering. Parijs. Disneyland van mijn papa, denk ik. Die heb ik gekregen. Het Natuurwetenschapmuseum. Maar die is echt kei schattig. Wat is er nog? Van mijn vriendje. Van alles. Ja. Ik hang echt alles. En dat zijn nog niet al mijn sleutelhangers. Dus ja. Chimomie. Tipex. Tipex. Altijd nodig bij de examens. Tipex. Nog een Tipex. Ik ben hier echt een Tipex fan. Next. Koekjes. Een labello.
dat spreekt voor zich. Nog een pakje zakdoeken. Ik denk dat ik constant vergeet dat ik zakdoeken heb. Dus ik heb een hele reserve aan zakdoeken. Gebruikte zakdoek. Ah, ik had het gezegd. Een stift. Die van Dove Original. Het is eigenlijk dezelfde als deze deo. Alleen een ander formaat. Deze is super fijn na het douchen. En als je net onder je armen geschoren hebt, is deze echt fijn. Het enigste minpunt is zwarte t-shirts, topjes enzovoort. Geeft hij eigenlijk wel een beetje op af. En als je aan het einde van je steek bent, dan valt hij er eigenlijk gewoon uit. Ik durf hem nu bijna niet open te doen, want die valt daaruit. Dus dat is wel een minpunt. Maar bon, hij is op. Of toch bijna. Wat zit er hier nog in dat grootvak? Oh my god, dat zit er echt al lang in. Dat is... dat was voor Brussel Brost. En dat was iets met gratis ingang. Krijg je een pintje of sweet. Dus dat zit er echt al kei lang in. Want dat is van in het begin van het jaar. Ja, zie, 25 september. Ik maak echt mijn zakken nooit leeg. Een rekening. Ah, ik weet het. Ik ben naar de series van Laken gaan zien bij het Koninklijk Paleis. En dat is een rekening van de Ninjang. Een leeg pakje van mijn Hello Kitty zakdoeken. Allemaal lege pillendingetjes. Rijp voor de vuilbak dus. Dit is nog een plakkertje van mijn telboek voor in de klas, voor de kleuters in mijn stageweek. Dat is nog van thema Sinterklaas. Dan plakt hij in zo'n boekje en dan bij het cijfertje 5 moet ze 5 keer dat plakkertje opplakken of zo. De staf van de Sint. Een haarspeldje. Altijd handig, maar het zit niet op zijn plek. Een zakje met wat crackers in. Die zal waarschijnlijk ook wel voor de vuilbak zijn. Nog iets van de stage. Een rekening van de Carrefour. Nog een lippenbalsem, maar gekregen van de apotheek. Doodgewone. Een fluo. Een balpen. En dat is die van het Natuurwetenschapmuseum. Die had ik altijd bij mij. Zo'n keischattige diertjes. Dat is eigenlijk van het Dino Museum in Brussel. Ik noem dat Dino Museum, maar het is eigenlijk het Natuurwetenschapmuseum. Nog eentje, maar van Gosh. Oeh, en ze is al een beetje verdraaid. Een super fijne kleur. Echt. Oeh, maar ze is aan het breken. Ik weet niet of je het goed kan zien. Deze, dat is 33 Scarlet. $0.50. Ja, daar zit ik anti-allergiepilletjes in. Een hartje van Trude. Normaal hangt dat aan mijn pos met sleutels nog erbij. Maar het dingetje is kapot. Nog stickers. Plakkers. Oh, nog eentje. Deze is van Catrice. En deze is echt... Oep. Dit is... Drie Bloody Red. Wat heb ik hier nog? Centjes. In mijn zijzakje hier heb ik maandverband. Altijd op zak, je weet nooit niet dat er iets is. Ik heb pleisters. Ik ben echt lomp, dus dat komt van pas. En als je kleuters hebt en die vallen, dat komt ook van pas. Nog centjes. Dat zakje is leeg. Oh, ik heb nog een zakje. Nog een labello. Ik ben echt
€20. Echt, die zak steekt vol. Echt, ik denk dat ik gewoon gans mijn lippenstiftcollectie gewoon in mijn zak heb. Dat is die van L'Oréal. Dating Coral. Een koraalkleurtje. Dit kleurtje hier. Super zacht op de lippen. En echt eigenlijk toch wel best zomers nu. Mijn uurwerk bij de examens. Super handig. Die is eentje van de HEMA. Dus ik denk dat die iets was rond de €20. Ik weet het niet meer. Die staat trouwens op mijn blog, denk ik. Handig. Nog centjes en een speldje. Het volgende. Er zit niks in. Dus de binnenkant is leeg. De voorkant. Er zit nog iets in van een project van op school rond iets met talen. Treintickets. Van Sint-Niklaas naar Brussel. Dat was toen ik naar Studio Globo ben geweest. En dan moesten we terugkeren. De resterende plakkers. Zakdoeken. En platte koek. Nog meer plakkers. Hup. Zit er nooit in. Insane dat er van achter iets in zit. Ah ja. Oh. Cinema tickets. Oep. Ah ja, die waren gebruikt. Oeh, dat zijn verschillende filmen. Die van Insurgent. Daarvan heb ik het boek gelezen. Dat was echt wel, dat was eigenlijk wel een goede film. En dan Hunger Games Mocking. Mockingjay. Mockingjay, ja, zoiets. Dus ja, die twee. En dan zit er nog een centje in. En ik denk dat dan... De zak is leeg.